Exodus 34 Mozes daalde de Sinaï af met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde, doordat hij met de Heer had gesproken. Toen Aaron en de andere Isselieten de glans op Mozes' gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan, maar Mozes riep hen bij zich. Aaron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg in opzicht te houden aan alles wat de Heer hem op de Sinait gezegd had. Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. Steeds wanneer Mozes voor de Heer verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem was opgedragen, zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de Heer ging spreken. Amen.